studeerde ik hier in Zwolle. En toen zag ik dit klooster. En toen heb ik gewoon op de deur geklopt. En toen raakte ik in gesprek met broeder Wiebe. En die vertelde gewoon wat ze hier allemaal voor dingen deden, wat voor activiteiten ze hadden. En die vertelde van, nou, we hebben hier ook kamers en er wonen mensen hier. En toen vroeg ik gewoon, oh, maar mag ik hier komen wonen? En toen zei hij, ah, nou, dat vraag ik wel even na, maar misschien wel. En toen een paar weken later kon ik hier een kamer krijgen en sindsdien woon ik hier. En eigenlijk heb ik toen op een gegeven moment aan Justina gevraagd, toen we eigenlijk onze relatie wel serieus was. Ja, jij was net afgestudeerd. En toen was het idee van, nou, als we dit willen voortzetten, dan willen we niet 1000 kilometer uit elkaar wonen. Dan willen we liever dichter bij elkaar wonen. Open onze ogen voor wie u werkelijk bent. Een God van heil en liefde voor alle mensen. Dat wij ons niet vastklampen aan onze beelden van u. Ja, maar ik heb ook in Tsjechië gestudeerd, een klein beetje. En ik heb ook een paar maanden in TZ gewoond. Dus voor mij dit is niet zo'n groot verschil waar woon ik. Dat vind ik goed. Dat ik ben ook nu in een nieuw land. Ja, het is voor jou niet zo belangrijk waar je woont, maar wel wie er om je heen zijn. Dus. Ja. Welkom iedereen in het Dominicanenklooster. Dit klooster is ongeveer 100 jaar oud, is in 1902 afgebouwd. En hier wonen dus nog steeds Dominicanen. Dat is een orde binnen de katholieke kerk. Op het hoogtepunt hebben hier wel 80 broeders gewoond. En dan was dit het opleidingscentrum voor de filosofie. Nu wonen er ongeveer nog 7 broeders. En de meeste zijn wat van een hogere leeftijd. En er zijn ook wat andere bewoners, waaronder ik zelf. Ik woon hier ook met mijn vriendin Justina. En wat andere, er woont een leken Dominicaan of andere studenten wonen hier ook. Ik denk dat niemand er is voor gemaakt om alleen te zijn. En relaties aangaan met mensen, dat hoort bij mens zijn. Mm-hmm. En ja, dat is misschien dan de reden waarom we het fijn vinden om hier te wonen. Maar ook die religieuze kant. Dat wij hebben het gebed elke dag, 2 keer ook. Of dat gewoon op zondag, als wij willen naar kerk te gaan om 10 uur, dan. En als het regent, dat wij moeten niet naar buiten te gaan. Dat is het grootste voordeel, ja. Ja, nou niet. Ja. Maar... Dit verhaal vertelt wat opstanding hen en ons te zeggen heeft. Is het bijzonder dat er een jong stel hier in het klooster woont? Ja, zeker. Ze gaan binnenkort trouwen. Dan is dat wel heel bijzonder, ja. Ja. En je weet dat Justina is van Polen, dus die is ook bezig om goed Nederlands te leren. Ja. Maar ze zijn nu nog niet getrouwd? Nee. Maar dat mag dan wel in het klooster samenwonen? Nou ja, bedoel, het gaat naar het huwelijk toe, dus dat... Ja, daar zijn we liberaal genoeg in om dat te accepteren, ja. Ja.
Maar het is dus een gemengd gezelschap geworden. Een heel verschil met zoveel jaar geleden. Dan waren we met 80 mensen, 80 broeders, zou ik maar zeggen. Een vrouw die kwam hier ook niet binnen. Hè? Dat was toen allemaal klaustrum, gesloten. Mijn moeder die is hier nooit is over geweest. Maar sinds eind jaren 60 is dat veel gemakkelijker geworden en opgeheven, dat verbod. Ik ben hier voor de eerste keer al gekomen toen ik 1920 was. Toen zat ik hier op het conservatorium en we hadden hier concerten. Dus toen kwam ik eigenlijk de eerste keer binnen in de kerk en het was meteen een prettig gevoel. Alleen ik was protestant, heel erg protestant. Dus een klooster was niet meteen een logische plek om over na te gaan denken. En toen ik een beetje zoekende raakte van waar hoor ik nou eigenlijk theologisch thuis, zei een vriendin van mij, ja, maar je had het altijd over die Dominicanen. Waarom ga je niet weer terug? Nou, en toen dacht ik, ja, dat is misschien best wel een goed idee. Dus toen ben ik zo af en toe hier gaan kerken. En af en toe werd steeds meer. En eigenlijk mijn plek gevonden. Ja. Dit vind ik de mooiste plek van het hele gebouw van de kerk, mijn mooiste plek. Omdat je hier eigenlijk alles over ziet. En hier heb je het gevoel dat je onderdeel bent van zo'n hele grote kerk. En ook gelijk het nietige van de mens die daar onderdeel van uitmaakt. En de prachtige lichtinval van de ramen. Dus ik ben hier graag om even te bezinnen. Hoe vaak kom je hier? Altijd op woensdag en altijd op vrijdagavond en altijd op zondag. En als ik vrij ben, minimaal 5 keer per week. Ja. Zoveel mogelijk vieringen meedoen. Ja. Ik moet dat echt wel hebben. Het is voor mij ook de balans tussen best wel heel druk gezinsleven en werk. En ook de inkeer en de stilte, maar ook de contacten hier. Dit is dan de binnentuin. Je hebt heel erg geluk dat je nu deze boom helemaal in bloei kunt zien. Het bloeit maar een week in het jaar. En altijd een beetje rond de Pasen. Het is ook een beetje het geheim van het klooster. Want er zijn niet veel mensen die weten dat deze boom hier staat en dat die bloeit. Want je moet er maar net en in het klooster komen en precies op het moment dat die bloeit. Alleen dan kun je hem zien. Hoe reageren andere mensen erop dat jullie in een klooster wonen? Ja, sommigen vinden het raar. Sommigen geloven niet dat het nog een klooster is zoals het bedoeld is. Dus met broeders en dat er nog een kerk is en zo. Elke keer als wij gasten hebben of iets, dan geven wij ook een kleine rondleiding. En dat helpt ook voor andere mensen om te zien dat, oh, daar hebben jullie nog dienst elke zondag. Oh, daar kom ik één dag misschien. Er is een generatie die niet meer is opgegroeid met het geloven. Die dragen ook de last niet meer daarvan mee. Dus ze kunnen soms heel open zijn en hele goede vragen stellen over het geloof. Waarin je soms een generatie daarvoor, die is juist verbitterd geraakt door de kerk. En die is er juist van weggegaan. Ik voelde me eigenlijk al heel lang katholiek en uiteindelijk vond ik ook dat ik het echt moest worden. En toen ben ik aan mijn vormingsjaar bij de Leken Dominicanen begonnen. Ik sta op het lijstje om hier te gaan wonen als de kinderen straks thuis uit zijn, om dan hier verder
ja, alles vorm te gaan geven en deel uit te gaan maken van het bezield wonen. En dan krijg je altijd de vraag, hoe zit dat dan? Mag je dan wel trouwen en heb je dan wel een vriend of word je een soort zuster? Nou, dan ga ik altijd uitleggen dat je een leek, als leken Dominicaan wel leeft volgens de spiritualiteit, maar niet volgens de gehoorzaamheid en de kuisheid. Dus er blijft ruimte. Ja. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Ga echt het klooster in? Echt het klooster in, ja. Ja, het kan mij niet snel genoeg gaan aan de ene kant. Maar aan de andere kant heb ik nog twee kinderen thuis. Dus die moeten rustig hun tijd hebben om hun eigen ding te gaan doen. En dan, ze weten het al wel. Dus we zijn net verhuisd, iets dichter naar Zwolle. En toen zei mijn zoon van, heb je wel aan de buren verteld dat je maar 2 jaar blijft? Want daarna zit jij toch in het klooster. Dus voor hun is het ook al wel een soort vastgegeven. Over 2 jaar zit mama in het klooster. Ja. Begrijpen jullie dat jullie moeten in een klooster wil gaan wonen? Ja. Ja. Waarom? Omdat ze heel druk bezig is met de kerk en dat soort dingen. Ik denk dat het wel past. Maar zij vindt daar echt rust in. Wij vinden de rust in andere dingen, in hobby of in andere dingen. Ja. En zij vindt de rust echt daarin. Als zij ons gedag een keertje zat is, dan gaat ze een ochtendje rustig naar het klooster toe. En dan komt ze helemaal uitgerust terug, zegt ze dan. Dus ja, als zij daar rust in vindt. Wat zijn jullie werkzaamheden nou hier in het klooster? Ja, er wordt niet, ik geef wel eens bijvoorbeeld de rondleiding, maar er wordt niet per se iets verwacht. Maar eigenlijk ook weer wel. Je draagt bij aan de leefomgeving. Je probeert gewoon juist door hier te leven, het kloosterleven te dragen. Dat het een levende plek is en niet een plek die je kunt bezoeken. Nou, misschien is dat onze taak wel. Om het klooster een klooster te laten blijven. Peter. Goedemorgen allemaal. Welkom bij Kennen en Deeltjes. Waren er nog vragen over de stof tot zover? Jullie kunnen ondertussen wel allemaal alfa-verval en beta-verval opstellen. Ik ben afgestudeerd, dus ik wil ook een carrière hebben, maar dat is niet de belangrijkste ding om geld te hebben. Als we die alleen werken, 40 uur per week, dan heb je een beetje een probleem met die twee dingen. Met die samen leven hier met die andere mensen en ook met het kloosterleven. Ja. Een carrière en kloosterleven, dat gaat niet samen. Ja, het is maar op welke ladder je het bekijkt. Misschien maatschappelijke ladder niet, maar ik denk dat je hier op andere manieren heel veel dingen terugkrijgt. Het doet je geest wel goed. Je ontwikkelt het door, je ziet hoe dingen groeien. Je leert zorg dragen voor iets, je leert ergens naar om te kijken. En dat zijn dingen die misschien nog wel veel belangrijker zijn dan geld verdienen. Ik wil maar voor jou ook een klein beetje poeder, want het is erg warm vandaag. Ja, ja, ja. Een beetje tegen het glimmen. Oké, 3, 2, 1. Yes. Nog naar links draaien. Naar links. Ja. Nou, volgens mij hebben we hem. We zijn foto's aan het maken voor de nieuwe website. En die is helemaal vernieuwd bij de Dominicanen sinds kort. Is het belangrijk dat de klooster meegaat met zijn tijd?
Ja, maar wel de eigenheid van het klooster ook houdt. En dat kan ook, denk ik, heel goed. En de eigenheid is? Nou, dat het wel een klooster blijft en geen pretpark. Ja. Is namelijk een concurrentie tussen... Is het hier een bedrijf of is het een klooster, weet je? Omdat er zoveel verhuurd wordt en zoveel mensen binnenkomen voor een of andere vergadering of cursus. En ja, dat schuurt wel eens met elkaar. Als je bijvoorbeeld aan het bidden bent en er staat een grote groep, staat nogal luidruchtig te eten en te drinken in de hal of in de gang hier. Bent u wel eens boos geweest tijdens zo'n gebedsuur, omdat het zo onrustig was? Nou, geïrriteerd wel, ja. Ja, dat is menselijk, niet? Ja, je moet er daarmee leren leven, van beide kanten, niet? Ja, bedrijvigheid en bekendheid, maar er moet een mooie balans in komen. Ja. We hebben het gehad over omdat en want. Mm-hmm. En in deze zinnen staat want en we gaan er een omdat zin van maken. Dr. Blok heeft deze week geen spreekuur, want hij is in het buitenland. Buitenland? Buitenland. Buiten. Buiten. Buitenland. Buitenland. Ja. Dr. Blok heeft deze week geen spreekuur, omdat hij in het buitenland is. Ja. Justina en Bram, ik denk dat dit de laatste keer is dat we aan deze tafel zitten ter voorbereiding van jullie huwelijk. Zijn er nou nog dingen waar je tegenaan loopt, jullie beiden, dat je zegt, ja, daar heb ik toch wel moeite mee met mijn partner? Als Bram een probleem heeft, ja, ja? Dan hij heeft dit in zijn hoofd en zij zegt het niet. En dan ik zie dat hij niet goed zo goed is, maar ik weet niet waarom of op welke manier kan ik hem helpen. Ja, ja. Ja. Ik heb soms eerst het gevoel dat wil ik eerst zelf helder hebben wat mijn probleem is of waar ik mee zit. En dan kan ik eigenlijk pas er iets over zeggen. Maar is het een optie om te zeggen van schrijf eens aan elkaar? Als je schrijft, dan kun je al schrijvende... Ja. Worden dingen duidelijker, hè? En het is een hulpmiddel om te communiceren. Hoe is dat om een huwelijksvoorbereidingsgesprek te hebben met een broeder die zelf nooit getrouwd is geweest? Sommige broeders die zeggen dan, ja, maar ik ben getrouwd met God. Of zij wonen ook in een gemeenschap, zij wonen ook samen met andere mensen. En zij komen wel soortgelijke situaties tegen. Wat is, wij hebben elkaar gekozen. Gekozen, maar broeders in de communiteit niet. Dus wij hebben het moeilijker, makkelijker ja. dan de broeders. Hoeveel broeders wonen er nu in het klooster? We zijn nu met z'n zessen, waarvan de jongste dus 75 en de oudste 89. Kunnen jullie goed met elkaar overweg? Redelijk, ja. Redelijk? Ja, ja, ja. Met de een iets makkelijker dan met de ander, ja. Ja. En soms schuurt het even, maar dat is normaal, dat is menselijk. En zijn ook wel eens ruzies? Nou, wel eens verschil van mening, ja, 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 ja. Ja, waarom zeg je dat nou, weet je? Dat kan toch niet? Maar we hebben toevallig morgen, hebben we een bijeenkomstje. En dan gaan we buitenshuis, zijn we elders, en dan praten we bepaalde dingen eens goed uit, weet je wel. En dan komen dus ook een stukje gevoelens en ja, wat ervaar je nou? En dat gebeurt onder leiding van een buitenstaander, een mevrouw. En dat is heel heilzaam.
Willen jullie altijd in het klooster blijven wonen? Ja, die intentie hebben we wel. Het is voor de broedergemeenschappen die hier wonen. En die zijn allemaal bejaard. Dus die groep zou afzwakken. Maar we willen eigenlijk wel dat het klooster blijft bestaan en ook als klooster functioneert. En een klooster is alleen een klooster als er ook mensen daar wonen die bijvoorbeeld in een geest van gebed of in een geest van samenleven wonen. Misschien dat wij een onderdeel kunnen zijn van hoe dat er in de toekomst gaat uitzien. Dat het misschien met mensen die wel een normale baan hebben ook betrokken kunnen zijn bijvoorbeeld in een kloosterlijk leven.